Maxime van Maxime Art en ik geef in deze tutorial uitleg over hoe jij je tekenskills kunt verbeteren. Ik geef je tips over de volgende drie onderdelen die erg handig zijn en nuttig zijn als je wil leren natekenen van de realiteit. Dit gaat over perspectief, objecten, mensen, landschappen, you name it. De eerste is vorm en deformatie. De tweede is verhouding en de derde is het gebruik van licht en schaduw. Ik geef je informatie en tips, maar zeker ook wat draw exercises. Ik hoop dat je je tekenskills verbetert en dat je je subscribt voor mijn YouTube channel voor meer art vlogs en meer gratis tutorials over kunst. De eerste stap is vorm en vervorming. Zoals je hier ziet ben ik een kopje aan het natekenen en een kopje herken je aan de basisvorm een cirkel die bovenop zit. Door op deze cirkel een kruis te leggen, kun je bij verschillende perspectieven zien dat de cirkel vervormt naar een ellips. Probeer deze oefening ook uit op verschillende vormen en teken deze na om te kunnen zien hoe deze vorm vervormt bij verschillende perspectieven. Al deze vormen en vervormingen staan in verhouding met elkaar. Tape je lijf om vervolgens verschillende poses voor een grote spiegel te doen, om te zien hoe de verschillende vakjes van je lijf vervormen met elke pose die je doet en in welke verhoudingen deze met elkaar staan. Het is erg belangrijk om de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam te leren herkennen. Deze basisinformatie is niks meer dan de opstart voor het tekenen. Licht en schaduw en het leren tekenen van de dingen zoals ze zijn, niet zoals je denkt dat ze zijn, is erg belangrijk. Hier zie je dat ik na het maken van een schets met houtskoolpoeder en een zachte kwast, ik aan de slag ga aan de hand van licht en donker. Door goed te kijken kun je zien dat op haar linkerschouder een schaduw zit die doorloopt in haar hals. Ook is er op haar linkerbeen een mooie lichte plek te zien die haar been vorm geeft. Niet alleen het natekenen aan de hand van een echt model, maar ook het natekenen van een gefotografeerd marmeren beeld leidt tot een hele hoop informatie voor het verbeteren van je tekenkwaliteit. Voor deze opdracht kies je één foto uit van een marmeren beeld en plaats deze op je computerscherm. Teken vervolgens de grote partijen met stiften of markers op een transparant vel. Vergeet detail en werk in grote vlakken, grijs en zwart en hang vervolgens de tekening ernaast om het nog een extra laag te geven. Deze oefening leert je om in grote gebaren te denken. De verhoudingen zijn erg belangrijk, maar juist het licht en donker zorgt ervoor dat je het lijf ziet en goed zichtbaar maakt. Voor deze vierde oefening gaan we verder werken met het tekenen van figuren vanuit deze grote vormen. We werken eerst aan de hand van een ruwe schets met bijvoorbeeld een zachte kwast en wat houtskoolpoeder. En werken vervolgens verder met zachte nuances in het grijs en in harde vlakken van het zwart. We houden zorg voor de kleine details zoals de smalle lichtstroken, de overgangen van de schaduwen en de kleine nuances die te vinden zijn tussen de verschillende tinten die we kunnen krijgen uit het materiaal waarin we werken. Al met al leren we om te kijken naar schaduwen en licht en om vorm te gebruiken als een basiselement waaruit we verder werken. De grote vraag is, zien we dingen zoals ze zijn of zien we ze zoals wij zijn? Dit is een vraag waar ik volgende keer met jullie aan verder werk.